Nederland is een waterland. We hebben zelfs 1,5 keer zoveel water als land. Water speelt een belangrijke rol in onze economie, infrastructuur en vrije tijdsbesteding. Veiligheid en hulpverlening op en rond het water zijn dus minstens zo belangrijk als op het land. En dat is gelukkig goed geregeld, want iedere dag doen zich incidenten voor. Search and Rescue, SAR, is de internationale benaming voor zoeken en redden op het water van mensen die hulp nodig hebben. De verantwoordelijkheid voor SAR wordt geregeld in convenanten tussen de kustwacht, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, de KNRM, en de betrokken veiligheidsregio's. En soms ook met belangrijke partners zoals het havenbedrijf Rotterdam. Het convenant SAR en maritieme hulpverlening gaat over 3 werkgebieden. In het eerste gebied is de kustwacht aangewezen als SAR-verantwoordelijke. Het betreft de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer met inbegrip van de randmeren en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen. In het tweede gebied is de veiligheidsregio aangewezen als SAR-verantwoordelijke. Het betreft binnenwater waar de KNRM ingezet kan worden voor de uitvoering van taken. En in het derde gebied is de veiligheidsregio verantwoordelijk en zijn er geen afspraken met de KNRM. Daar heeft de veiligheidsregio zelf materieel en personeel. Of heeft zij andere regelingen getroffen om haar taak goed uit te kunnen voeren. Toch kan het nog beter, vonden de partners in de waterhulpverlening in de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Zeeland en Midden- en West-Brabant. Want water overschrijdt de regiogrenzen. En tijd is natuurlijk een essentiële factor bij incidenten. Hoe efficiënter en effectiever wordt samengewerkt, hoe sneller en adequater kan worden gehandeld. Het is dus wel zo handig als in de verschillende regio's dezelfde afspraken gelden. En de samenvoeging van de meldkamer van Rotterdam-Rijnmond met die van Zuid-Holland-Zuid en de meldkamer van Zeeland met die van Midden- en West-Brabant was ook een aanleiding om nog eens goed naar de multidisciplinaire samenwerking te kijken. De verschillende convenanten van de 4 veiligheidsregio's worden nu vervangen door 1 gemeenschappelijk convenant. In het nieuwe convenant staan heldere en duidelijke afspraken over melding en alarmering, leiding en coördinatie, op- en afschaling en informatiemanagement. Waar mogelijk uniform en waar noodzakelijk aangevuld met maatwerkafspraken. In de praktijk komt het erop neer dat de taken steeds worden uitgevoerd door de daartoe best uitgeruste partij. Wel zo efficiënt.